Mijn mooiste cadeau was, moet ik zeggen, Jannie zelf, maar wat ze mij gaf. Zij nam mij namelijk mee naar de krokettenkoning van Amsterdam, Kees Holtkamp. Ja, daar zijn we, Kees. Daar staat Kees. Wat gezellig dat we er zijn. Nee. Wat gaan we hier doen, Kees? Ja, we gaan een jas aan doen. Kijk, hij blijft een heer, hè? Ja, vet. Dank je. Je hebt geen andere kleuren, je hebt alleen maar witte. Ja. We gaan even wat kroketjes scheppen. Kijk eens, hygiënisch. Hygiënisch. Ja, netjes, hè? Ja. Hebben we net aangedaan. Zeker. De ragout hebben ze even voor ons neergelegd. Ik dacht dat iemand niet goed was geworden. Nou, dit is de ragout. Ja, je ziet de peterselie en je ziet volle Hollandse garnaaltjes. Oh, zitten er al in de garnaal. Ja. Nee, de kleine grijze garnaal. Grijze garnaal. De grijze De grootste schep. Ik vind het goed, ja. Ja. Oh, je moet echt een balletje maken. Ja, zo. Kijk, ik wentel hem hier doorheen. Ja. En dan op de bank. Zouden jullie dat dan willen doen? En een korte, dikke kroket. Een banketbakkersmodel. Oh, ja. Maar dat is dus de truc. Jannie, let nou op. Ik doe het één keer voor, Jannie. Bolletje. Dit is een bal gehakt, zeg maar. Waarom maken we eigenlijk steeds een rol? Dit is het toch ook goed? Ja, maar zo hoort dat. Ja, nou, banketbakkers zijn nogal traditioneel, dus zo'n bamischijf, dat doen we nooit. Oh, maar dan doe eentje zo, want dan kun je deze herkennen dadelijk. Oh, dat is die van mij. André, jij hebt besloten om in het eiwit te gaan, hè? Nou ja, tot zover, hè? Ja. Oké, ik pak het kroket. Het is best moeilijk, ja. Ja? Ik dompel hem erin. Plop. Oh. Ja, en dan zoek je hem op. Dan zoek ik hem op. Waar is hij? Ja. Ik ben in New York. Oh, hier is hij. Ik sla hem af, dat is ook een routine gebaar. Ik sla hem af, oké. En daar komt hij. Wil je nog een goede reiswens? Ja, heel veel plezier. Pak ze. Kijk. Ik doe dat zo, hè. Och, dit is zo lekker. Ja hier kan ik echt blij van worden. Ja. Het is allemaal heel erg lekker, maar... Ja. Kijk. Nu komt de koningin onder de bijen, hè. De bijenkoningin komt binnen, zou ik maar zeggen. Heel gezellig, maar gewoon zeggen, hoor, Jannie. Mm-hmm. Nou, dit vind jij waarschijnlijk lekkerder, want in verhouding lijkt het, omdat hij plat is, dat je meer korst hebt. Krijg je dat? Ja. Dat is wel waar, hè? Heel scherp van je. Ja. Lekker. Garnalenkroketten, heerlijk.